handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kevin en vandaag gaan we weer bakken met Kevin Boys. We gaan vandaag, weer wat lekkers maken. Tenminste, dat hopen we. Ik hoop dat het beter is dan het te pushen. We gaan boterkoek maken voor de Jumbo-merk. We gaan maar maken vandaag. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? Ik ga even voor kijken. We hebben nodig 175 gram roomboter. Dat heb ik. Ja, dat heb ik. Een losgeklopt ei. Dat wel niet. Dat moeten we even loskloppen. Een spring op boterkoekvorm. Ik heb alleen dit. Ja, dat komt vast wel goed. Dat maakt niet uit. Doe de mix voor de boterkoek en de helft van het ei in een kom. En kneed het tot een gaal. Wacht, laten we eerst even wat extra licht bij maken. Dit is wat makkelijker. Cody. Lamp, je bent irritant, oké? Okay? Ja. Oké, we gaan gewoon bezig, denk ik maar, hè? We gaan gewoon bezig, denk ik. De boterkoek en de helft van het ei in een kom. Oké, boys, ik zie jullie zo meteen terug als we gaan mixen! Oké, boys, daar ben ik weer. We gaan verder. Kijk, ik heb een eitje klaargezet. Kijk, ja. We gaan even kijken. Dit eitje moeten we loskloppen. Dat gaan we even doen. Gaan we eventjes dit dingetje pakken. Dit dingetje. Dan gaan we eventjes shuppadapadapadee. Machtig mooi dit, joh. Beetje klop, 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 hè. En even een tip. De oven moet op 175 graden, tenminste. Voor een hete luchtoven wat ik heb. Die is 175 graden, heb ik hem opgezet. Dus die heb ik al gedaan. Blijf verbroeren als een gek, jongen. Ja, die is klaar. En dan moet dit hierin. Dit moet hierin. Oké, dan maken we dit open. Oké. Dan die kan weg. Dan doen we die erbij. En dan kan dit erin. 3, 2, 1. Boys, nou ben ik zo terug, want ik denk ook wat vergeten ben. Tot zo. Oké, dat zijn we weer. Ja! Yeah! We gaan verder. Dan hebben we dit spul. Oh, wacht, misschien was het verbeterd om even mijn handen te wassen. Zo. Dat hebben we gedaan. En dan, kijken. Dan moeten wij dit erin doen. Even een beetje verder roeren nog even. Dan moet dit erin. Oké, boys, daar ben ik weer. Want een of andere moderator van mijn kanaal die moest me bellen. Oké, dit moet er maar in. 125 gram boter. En dan moet je het kneden. Oh, je lekker kneden, jong. Oh, lekker. Ja, nee, ik vind dit niet echt heel erg. Ja, nee. Laat ik ophouden, dit is niets voor mij. Godverdamme. Zo. Deze video is wel wat korter dan de topoes video, gok ik. Dat ben ik bijna wel zeker. En boys, in ieder geval, thanks voor de vorige video van Bakken met Kevin. Echt tal te veel. Fucking veel. Abonnees erbij gekregen daardoor. En heel veel views. Dus hey, allemaal heel erg bedankt daarvoor. Dat waardeer ik echt heel erg. Ik vind deze video zelf niet zo heel erg leuk om op te nemen, maar... Kijk, het is wel grappig, maar... Te leuk is het ook weer niet, eigenlijk. Dus ja... Dat is een beetje het probleem. Ik vind het wel leuk om te doen. Maar deze video's duren gewoon een beetje te lang, vind ik, om op te nemen, man. Nou, zo. Uiteindelijk moet dit één bal worden.
Oké, dat moet één bal worden. Doe nou! Zo. 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 Ja, zo. Dit er nog even bij. En dan is hij al bijna klaar. Ja, nee, echt een hele korte video. Oké, we hebben deze bal klaar. Nu even bij op. Zo. Die is klaar. Even het handje weer wassen. Want alle spullen hadden ze niet zo heel erg. Heel erg lekker vind ik. Ja, ik heb een dikke kop, hè. Klopt. Zo. Ja. Oké. En dan moet je eigenlijk een soort van een klein vormpje hebben. Ja, ik heb alleen dit. En dan moet je het met dit spul, moet je het even insprayen. Oké. Dan pakken we de bal. Deze bal, die moet, leggen we hierin. En dan gaan we drukken. Dan moet het over de hele... bodem moet het verspreid zijn. En dan krijg je boterkoek eigenlijk. Ja, wel heel klein. Komt dat ik de verkeerde vormen voor heb. Ja, echt irritant. Maar ja. Dat is dan maar even zo. Zo. Maar ik gok dat ook nog gaat opstijven eigenlijk in de oven. Want het moet in de oven... Ik hoop dat het ook nog gaat opstijgen. Ik heb er eigenlijk nog geen verstand van of zo. Ik koop het gewoon en ik maak het. Ik krijg hem niet helemaal rond. Ben je serieus? Wacht. Daar nog een beetje. Kijk, dan moet ik hier een beetje van weg. Ja, kijk eens aan. Die hebben we klaar. Hey, toppie. En nou moet deze in de oven. Hij moet 25 minuten in de oven. Ik ga geen time van maken, want daar ben ik niet zo goed in. Met editen, sorry. Ja. Het spijt me. Ik ga kijken of ik het wel kan proberen. Maar ik denk dat het me niet gaat lukken. Ja. Daar ben ik bang voor nu. Broer, dit speel. Let me in. Oké, dan doen we dat daarin. Gaan we even mijn handjes droog maken. En dan moet deze. Die moet. Kijk, zo. Oh, heet. En dan zegt hij: die daarin. Au. Veel plezier! En doen we die dicht. Zetten we de timer op. 25 minuten. Hoppakee. Nu is dat klaar. Yeah. Dus ja, die staat erin. Helemaal top. En in ieder geval een shout-out naar mijn buurjongen Daniel. Daniel, shout-out naar jou. Hij wou helpen met opnemen, maar dat was... kut licht. Hij wou eigenlijk helpen met opnemen, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Ik zei eerst wel, ik heb hulp nodig met opnames, maar uiteindelijk is dat gewoon niet nodig geweest. Dat is, oh, dat is het licht, ik zweer, irritant. Maar dat is niet veel. Oh, oh. In ieder geval, dan wordt 25 minuten wachten. Ja. 25 minuten. Dat betekent even wat drinken pakken. Zo, ga even drinken pakken. Kijk, die vind ik wel lekker. Je wordt niet gesponsord of zomaar. Bro, deze.
fucking lekker, bro. Ik zweer, deze is echt fucking lekker. Jammer dat ze zo duur zijn. Maar ze zijn wel fucking lekker. Au, die doet pijn aan mijn voeten, jongen. Oké, wij hebben zomaar van die steentjes. En ik heb sokken. Ja, dat doet een klein beetje pijn. Oh, die ligt, jongen. Mijn beeld zit ook onder het stofrek. In ieder geval, dat betekent dat ik 25 minuten kan wachten. Dus ja. Wat betekent dat maar één dan? Ik denk dat ik alweer wat ga doen. Anoushka. Anoushka. Kijk eens. Oh ja. Anoush. Hey, balletje. Hey, boys, we gaan wat leuks doen, oké? We gaan wat leuks doen. Ja, oké. Kijk, dit wordt leuk. Anoushka, kom. Ja, in 3, 2. Pak hem! Ja, goed zo! Ja! Goed zo! Geef bal! Hier kom! Geef bal! Kom hier nou! Kom hier! Kom hier! Mijn bal! Ja. Goed zo! Ja! En pak bal! Goed zo! Ja! Tja! Is dat leuk? Is wel leuk, hè? Oké, dan heb ik ook nog wat anders leuks. Ik ga even kijken. Nee, kijk, ik heb ze gevonden. Kijk wat voor liefjes. Oh, lief! Deze gaat weg. Deze. Die gaat weg. En deze is van ons. Hè? Jij bent mijn lievelingsjes. Ik vind jullie ook heel lief. Kijk. Deze is er nog over. Die kunnen nog altijd weg. Liggen hier ook zo lekker, hè? Ja, in ieder geval, in die tijd dat ik ga wachten, ga ik nog heel eventjes... Eventjes van leus doen, boys. Dus, nee, boys, ik zie jullie zo meteen terug. Daar zijn we weer. De boterkoek ligt hier. Ik kan nu meenemen naar boven, even snel, want mijn telefoon is bijna leeg. Shit, ja. Oké, dit is de boterkoek. Ik ga een stukje meenemen naar boven en dan gaan we eten, oké? Dus, Drie! Twee! Hey! Oké! Okay. Ik ga niet eens kijken. Uit. Open. Oké! Okay. Maar het is nog niet eens klaar. Maar zo. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Oké, boys. Dit is de broodkoek geworden. We kunnen nog niet eten. Want we moeten nog even een uurtje wachten. Dan kunnen we aanschouwen hoe lekker dit is. Dus boys... tot zo! Boys, daar ben ik weer. We gaan proeven. Ja. Dit, dit is het. Oké. Okay. We gaan proeven. Ik uit elkaar gevallen. Oké. Okay. Oh mijn god! Ik kan bakken! Bro, ik kan gewoon bakken, hè? Bro, ik kan gewoon fucking bakken, man. Dit is fucking lekker. Omdat dat hij zo dun is, is hij wel erg lekker, hoor. Bro, ik kan niet vertellen hoe lekker dit is. Ah. Boys. Dit is echt lekker. Dit is echt fucking lekker. Oh.
Het is allemaal niet de beste kleur van roomboterkoek, maar... Het smaakt van een roomboterkoek. beetje hard. Beetje hard. Wow, dit is toch lekker hoor. Ik zweer je, dit is echt lekker. En gewoon, gewoon lekker. Kijk, nu komen we bij die kant. Die kant is altijd heel hard, even kijken. Bro, hij is gewoon zacht. Hij is gewoon zacht. Niet heel zacht, maar maakt niet uit. Dit is wel lekker. Deze stoel, hè? Kapot. Maar als jullie misschien een leuk ander idee hebben voor de volgende keer wat we kunnen maken met Bakken met Kevin, laat het even weten in de reacties. Misschien kunnen we het maken, misschien niet. Niet te groot in ieder geval, gewoon kleine dingetjes zoals staart. Andere dingen te poezen niet meer. Ja, een middag deel. Echt waar, boys. Hij is hartstikke lekker. Bro. Oh. Wow, ja, lekker hoor. Oké. Boys. Ik wil allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie een leuk idee hebben wat we kunnen bakken voor de volgende keer, laat het even weten onder in de reacties. En gebruik de support creator code BAM GAMES. Like de video, want er zit weer heel veel tijd in. Mijn bro. De wachten, bro, is gewoon niet leuk. Ja, de wachten maakt het soms echt irritant, man. Ik zweer het je. Nou. In ieder geval, genaamd Pikachu. Allemaal een fijne dag, een fijne nacht, alles. En ik wens jullie allemaal een fijne dag. En tot de volgende keer. Bye! Ik krijg het niet uit.